Frits Danter, maar je hoort als centraal verdediger. 0-0 in Ajax. Is dat teleurstellend? Sorry, nog een keer. Is dat teleurstelling, de uitslag? Ja, zeker weten, het is sowieso. Maar gezien het spelbeeld denk ik dat dit Jude ook geen winnaar verdiende. Toch hebben we aan het einde kregen dan kon ik met Berwoud en misschien een handsbal, maar het was net een goede wedstrijd. Nou, op het einde komt misschien ik omdat hij met zijn man komt te staan de laatste kwartier. Ja, als je dan mast hem eigenlijk vind ik dan wel hoe de streep loeken. En helemaal ik, omdat ik voel dat het spelbeeld sowieso alle kanten opkoelen. En dan net qua rendement, maar ook gewoon qua fieldspel. En als er dan mijn man minder komen, ja, dan vind ik eigenlijk dan maar wel het verschil mij te skinnen. Want zo'n goede wedstrijd weet net. Hey, wat, waarom net eigenlijk? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Dat is het teaser zal natuurlijk mij spelen. Aan de andere kant maar dat ik echt een enorme boezie aan het teasen, dus zei ze het maar. Maar het zeggen wordt vrij vermoeid uit. En dat wie ik bij hun en ik bij u sa, en wij dat precies met de meids niet. Ja, het is vaak wel mentaal, maar het maakt geen excuus wijzen. Maar het zou zeggen er wel uit. Nou, het ron ik net, hè? Nee, het was heel vlak. Het was, we spelen wel een beetje volle van de lange bal. Maar ik vond met name de eerste helft dat de voorin vrij weinig beweging weer. En dat ik protect op een eiland stien. En ja, daar kwamen we eigenlijk bijna niet in hun sectie. Ik denk dat de eerste helft Ian Koons gewoon aan mij een actie onder linkerkant die op een latte voel. Dat we eigenlijk denk ik de enige Koons die we gewoon aan. En het tweede helft. Nou ja, misschien krijg ik wat meer, vooral nadat het al wat zien werd in feite. Maar dat, nou, dus hij is al het verzinnen, misschien ik ook geen winnaar. Nee, ik denk het net, maar uiteindelijk hien hem dan wel winnen kind. Dus dat is wel heel soer, want nou, ik maar de standen die er nou bij de orenploegen binnen, dan hien we gewoon hele goede zaken in. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Ja, zeker als juist hoe goed dat eigenlijk gaat. Ja, vind ik ook. Dit wie wel in je van mindere wedstrijden. Maar ik voel Ajax net fantastisch. Dus weer je hien me eigenlijk gewoon winnen, man. Simpel. Doe je het als centrale verdediger? Haast het vaker in? Nee, nog nooit jij er in. Nee, dat is een nieuwe positie voor mij. Ja. Gewoon proberen en het is wel een hele andere positie als op middenveld. Maar het is meer mijn verstand voetballing. Nou ja, dat maakt me een beetje leren dan. Ja, kist dat een beetje? Nou, dat maakt leren. Nou, is het wie, ik denk net, ik ben net rot hier zakken, maar wie ik net goed. Dus het is gewoon een sizekit, denk ik. Dat is voldoende, maar ja, misschien typerend voor de wedstrijd. Dat we iedereen, misschien wel net geweldig, maar ik net heel zwak. Ik denk dat een hele goede conclusie is, ja.